versie van Inder-Brabant. Wij laten zien hoe het hier is. Oh, mijn trui is te groot. Ik zat te denken. Wat kan ik dan met mijn trui doen? En toen had ik het idee. Wij gaan een winactie doen. Tessa's trui is te groot. Wie past hem wel? Alleen als je ook in de Brabant bent, kan je hem winnen. Super toch? Ga je naar de Go Social tent, stand 54, die staat vlakbij het Bavaria-plein. En dan kan je een kaartje in een bakje doen en dan, daar moet je naam en je adres op staan. En dan gaan we aan het eind, dan ga ik een loodje trekken. En dan wie erop staat, die heeft dan deze hele mooie trui gewonnen. Even de achterkant laten zien. En dan sta ik op de achterkant. Er zijn er nu 3, maar er komen 4 van deze truien. Want het ontwerp is voor de t-shirts. En ik ga nu naar Inder-Brabant. Zo, inmiddels zitten we in de auto na tester truidebakel. Dus jullie kunnen je trui winnen. En we hebben gevangen Merel. Dat is onze editor voor vandaag. En ze edit wel vaker voor Hart van Paarden. Dat weten jullie niet, maar nu dus wel. En daar hebben we ergens Tess in haar te grote... Tessa heeft een te grote trui. In New York. In New York. En hier heb ik Rikje meegenomen. En Rik is vandaag de social media man. Die gaat samen met Merel ervoor zorgen dat jullie de hele dag mee kunnen kijken naar Inder-Brabant. En we zijn nu dus in de auto op weg naar Inder-Brabant. En Christine is te ver weg om nog op deze te zien. Dus, maar die zal er eerder zijn dan wij. Tessa, je winactie. Tess, auto's zijn hier en zo. Tess, pak hem nou. Tess, dank je. Is dat mooi? Wauw. Ik weet niet welke ingang we moeten hebben. Ik ook niet. Welcome to the Dutch Masters Inder-Brabant Horse Show. Hier zijn ze aan het warm rijden, zie ik al. In ieder geval warm rijden, ze worden erg warm. En allemaal van die coole dingetjes hebben ze op. Ik denk dat ze allemaal zo proefs gaan geven of een wedstrijd gaan rijden. Super cool! En dit is eigenlijk allemaal wat ze hier hebben. Zo'n mega arena, bar music, hospitality unit en van alles en nog wat. En koffie.